China schenkt Suriname, met name het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, $10 miljoen voor de agrarische sector. De middelen zullen worden besteed aan een praktijkgericht trainingscentrum voor landbouw en bosbouw. Zo meldt het kabinet van de president in een persbericht. Voor dit project is er 33 hectare grond uitgetrokken in de Tawayari-polder. Naast deze schenking stimuleert het ministerie van LVV zoveel mogelijk ondernemers om aan voedselproductie te doen. Dinsdag zei minister Suresh Algu in het parlement dat er in dit kader ook meer dan 500 leningen zijn verstrekt. Deze leningen komen uit het Agrarisch Kredietfonds. Voorzitter, in totaal zijn er meer dan 500 leningen verstrekt. Merendeels in de rijstsector, maar ook in de overige sectoren landbouw, tuinbouw, veeteelt en visteelt. Wat op dit moment gaande is, nadat Landbouwbank samen is ingegaan met VCB, Volkskredietbank, hebben wij gevraagd van laten we een totale onderzoek verrichten hoe dat alles heeft plaatsgevonden. En KLAT is nu bezig daar ook om over AKF zijn rapport uit te brengen. En zodra dat rapport al uit is, dan gaat de VCB verder dat verstrekken wat betreft van de agrarische kredietfondsleningen. Minister Suresh Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij afgelopen dinsdag in het parlement. Naar zijn mening kan Suriname veel verdienen uit de aquacultuur en de kassenteelt.